Daar zijn we weer. Een nieuw seizoen met DVS TV. Hartelijk welkom bij dit nieuwe seizoen. Iedereen is natuurlijk vol verwachting. We hebben een fantastisch seizoen gedraaid. Maarten Zwijnenburg, de man van de getalletjes, heeft berekend dat we van 92.000 views naar 141.000 views zijn gegaan. Dat betekent dat DVS-TV langzaam en zeker in populariteit begint te stijgen. Dat betekent dat u het waardeert. En we hopen dat we de kwaliteit. Kwaliteitsslag uh, verder door gaan ontwikkelen en uh, dat DVS-TV uh, echt uh, een heel mooi uh, medium gaat worden. Daar wordt uh, hard aan gewerkt. Er zijn allerlei nieuwe ideeën en uh, ja, daar kunt u uh, allemaal getuigen van zijn: zowel de heren als de dames, maar ook de jongens en de meiden. Want uh, ja, die meidenafdeling die begint natuurlijk ook enorm te groeien. Uh, de rest ook, uh, DVS-TV, uh, dat uh, die, die al boven, bijvoorbeeld 500. Uh, 87 abonnees heeft. Dat is ook nog even zo'n getalletje. Nog even een getalletje. Het meest bekeken samen, de meest bekeken samenvatting: DVS Spakenburg. Ongeveer 5700 keer bekeken. Ja, dat zijn ongelofelijke getallen. En we willen dat alleen maar verbeteren. En we hopen op een fantastisch seizoen. Ook met vijf nieuwe spelers erbij. En dat wordt een feest. Ik zei het in de intro al uh, tegen de DVS uh, TV-kijkers: een nieuw seizoen. Dat betekent vaak uh, nieuwe spelers, hoewel bij DVS dat altijd wel meevalt, want de grote kern uh, blijft. Maar er zijn echt vijf kanjes bijgekomen en uh, daar ben jij er één van. Ja, klopt. Ik ben uh, blij dat ik hier ben. Ik heb uh, een goede week gehad uh, vorige week. Wedstrijd gewoon een zaterdag. Twee derde goed gespeeld dus uh, ik heb naar mijn zin. Stel je eens voor. Uh, ik ben ook Oost-Turk. Uh, verleden bij uh, ICME volgens drie jaar, Jeefsuk uit uh, twee jaar, Linde twee jaar, uh, Jong Vitesse. En daarvoor bij Kwik uh, 1888 in Nijmegen. Uh, woon in Apeldoorn en uh, ben getrouwd. Um, je, ik uh, heb uh, gehoord dat je negen jaar was toen je hier uh, naar Nederland kwam. Dat betekent dus dat je in Turkije geboren bent, of niet? Oost-Turk? Oost, Oost ja, Oost-Turkije? Oh, nee, ik, ja, klopt. Ik ben in Turkije geboren, in, in uh, uh, Surmen en En toen ik 9 of 10 was, was ik naar Nederland gekomen. Uh, heb je in uh, Turkije al uh, gevoetbald ook? Hebben ze daar ook een soort uh, bambino's? En... Ja, in Turkije op straat gevoetbald voor de rest niet. Nee. In, niet in uh, clubverband? Nee, nee. nee. Okay. Wat betekent die achternaam Oost-Turk? Vaak uh, betekenen die achternamen wat of niet? Ja, klopt. Dat, uh, dat betekent echte Turk. <laughs> dat... Ja? echte Turk. Ja. Echte Turk. Goed, hey. Um, ja, eerste weken bij DVS, uh, je zegt het al, uh, goed naar je zin. Uh, waarom? waarom koos je voor DVS trouwens? Uh, club met heel veel ambities. Uh, ik ken DVS natuurlijk van het verleden ook. Uh, ik heb tegen ze gespeeld met de uh, IJzermeervogels. En, en volgens mij uh, ook echt vijf, zes jaar geleden met uh, Linde wel eens oefenwedstrijd ingespeeld. Voetballende ploeg. Uh, nu zeker uh, echt heel veel ambitie om zo snel mogelijk terug naar uh, uh, oude of uh, hoger niveau te gaan waar ze thuis horen, in tweede divisie, zeg maar. Dus uh, ja, dat beviel me wel. En ik heb goed gesprekken gehad, een goed team. Uh, dus uh, ja, zo ging het een beetje. Ja, dat bleek uh, zaterdag trouwens ook al wel hè, bij Tijd en Wijlen tegen uh, AFC. Ja, het was, uh, het was moeizaam, eerst twintig minuten. Maar uh, daarna zag je denk ik ook wel dat het een be uh, beetje begon te lopen. Ik moet zeggen, het is, uh, het is toch anders als je. Naar een nieuwe club gaat met nieuwe mensen om je heen, nieuwe spelers. Je weet niet precies wat ze, wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. En dat was, een beetje, dat was ik nog een beetje zoekende. En voor mezelf liep het ook niet echt lekker de eerste 20 minuten. Soms had ik ruzie met de bal. Maar uh, ja, daarna liep het wel. En de tweede helft na, uh, na de rust liep het helemaal uh, prima voor mijn gevoel. Dus, uh, wat kan jij toevoegen aan de ploeg uh, DVS 33? Ik ben een echte winnaar. Ik haat het om te verliezen. Dus. Uh, en. Uh, club als DVS wil nu uh, weer uh, hoger op. En dat was vroeger de topklasse Zaterdag volgens mij. en Nu is dat tweede divisie. En daar horen ze thuis. Daar horen wij thuis nu. Dus uh, daar gaan we naartoe werken. DVS was natuurlijk al een heerlijke speelse ploeg. Hè? Met, uh, ik noem maar even een paar namen: Maurice de Ruiter, uh, Benjamin de Roembion. Dat zijn allemaal heerlijke spelletjes. En daar verheug je je volgens mij op. Ja, klopt. Dat zijn echt heerlijke voetballers om mee te voetballen inderdaad. En uh, zoals jij dat volgens mij ook zaterdag aanvog, aangaf, ik zocht eerst zelf te vaak Maurice op voor de combinatie. En soms moet ik gewoon ballen uithalen, maar ik vertrouw dat hij gewoon echt minimaal twee, drie man kan passeren. En zo je vrij voor de kip kan neerzetten. En uh, dat is wel fijn. En met Rumi voor je natuurlijk ook. Want uh, ja, die kan ook twee, drie man zo op snelheid passeren. En uh, dat zijn hele fijne spelers om mee te werken. Maar, ik moet daarbij zeggen dat uh, ook jonge jonge spelers het heel goed gedaan hebben zaterdag tweede helft. Dus uh, ja, ook uh, chapeau voor hun. Hoe oud uh, ben je eigenlijk, vraag Nagema? Ik ben 28 jaar. Oh, en de kracht van je leven. Ja, klopt, de kracht van mijn leven. Ja, <laughs> dat is lekker. Dat moet nog blijken. <laughs> ja, dan kom je komt mooi op tijd bij uh, DVS 33. Die kan daar uh, natuurlijk wel heel erg, uh, ja, je kan heel erg nuttig zijn voor onze ploeg. Ja, klopt. Ik, uh, voel me, ik, ik begin uh, steeds fit te dragen. En uh, het, het belangrijkste in de voorbereiding is dat je fit blijft. En uh, ja, ik voel me goed, dus uh, we gaan er tegenaan. Met die, met die oude garde van IJsselmeer, volgens Dennis, uh, Hollard, uh, uh, Christian van Hussen en jij, ja, dat, dat, dat moet toch wel een kick geven, of niet? Ja, tuurlijk. Uh, Dennis uh, uh, is een hele ja, ervaren speler. Uh, die kan uh, uh, op het veld iedereen neerzetten, en uh, hij zit heel veel. En Chris is ook echt een winnaar. Hè. Die uh, zal nooit opgeven. Die kan zo uh, 180 minuten voor je voetballen achter elkaar. Dus uh, ja, het is wel fijn om met te voetballen, inderdaad. Ik uh, verheug me enorm op het uh, nieuwe seizoen. Ik heb het ook al aangegeven. Ik denk dat de DVS-tv-kijkers, uh, maar ook de echte supporters, dat uh, ook gaan doen. En uh, ik hoop dat je de verwachtingen gaat uh, waarmaken. Osturk Oktay? Ja, daar uh, gaan we voor. Ik heb er echt heel veel zin in en uh, ik kan niet wachten tot het begint.